Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. Ja, welkom bij De Machine nummer 40. Nog altijd geen Niels. Hij is aan het herstellen van een operatie. Goede verhalen over het herstel, dus dat is mooi. Maar we zullen het nog even een paar weken zonder hem moeten doen. De komende weken ga ik interessante gasten uit de muziekindustrie vragen om bij mij aan te schuiven. Om te praten over hun vak en over de actualiteit. De vorige aflevering was dat José Woldring, de PR-queen van de Media Nanny. En vandaag heb ik Arjo Klingens te gast. Muzikant, maar tegenwoordig veel belangrijker als manager en dossiervreter. Zij is namelijk de manager van de belangrijkste rockband van Nederland, De Staat. Dit jaar nog Lowlands headliner, dat was nogal wat. En ook bestuursvoorzitter van de Popcoalitie. Een lobbyorgaan, mag ik dat zo noemen, van de popsector richting Den Haag. Het is vandaag, de dag dat we dit opnemen, is het Prinsjesdag. Maar het is nog te vroeg om de miljoenennota te gaan bespreken, helaas. Verwacht jij verrassingen? Nee, ja. Meestal staat er niet zoveel in, hè? Nee, nou, ja, nee, ja. Iets wat je, als het goed is, al een beetje weet. Ja. Zeker als het over ons vakgebied gaat. Ja, ja, dus daar kunnen we het zeker alsnog over hebben. Want er is op zich best een hoop gaande en gebeurd al dit jaar. Mm-hmm. Waar we het in deze podcast eigenlijk helemaal nog niet over gehad hebben, gek genoeg. Dus dat moeten we inhalen. Waar we het niet over gaan hebben, want Niels is er niet. Dus we kunnen niet zo heel veel met de actualiteit als normaal. We gaan het niet hebben over het Openbaar Ministerie dat een einde maakt aan het supersnelrecht op festivals. Op Lowlands bijvoorbeeld stond er een soort van straatje met een officier van justitie, een advocaat, een paar voorlichters backstage. En als je dan gepakt werd met een met te veel drugs op zak, dan, moest je daarheen. Stond je daar met je speeshoofd en je knaldrang, vrienden op het terrein. Teken hier maar en ga maar terug het terrein op met een strafblad. Dat gaan ze dus afschaffen. Voor het eerst sinds 1986 is de omzet uit vinyl ongeveer even groot als uit cd's. Dat is in elk geval in Amerika het geval. Allebei goed voor ruim $200 miljoen, toch best een hoop geld. Opvallend, 8 miljoen vinylplaten, dat levert ongeveer evenveel omzet op als 18 miljoen cd's. Dat is toch wel opvallend en ook iets wat we natuurlijk ook wel om ons heen zien als je een platenzaak inloopt. Buma Stemra heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. Bernard Kobus heet hij. En hij komt uit de mediawereld en hij volgt in oktober, als het goed is, interim voorzitter Kees van Stijn op. Dan die is er nog. Daar gaan ze op een andere manier het geld verdelen. Niet meer alles in een grote pot en dan verdelen naar marktaandeel. Maar echt per klant afrekenen wat je geluisterd hebt. Dat is niet per se voor iedereen gunstig. Want de grootste verdieners die gaan er waarschijnlijk zo'n 10% op achteruit. De onderkant krijgt er misschien wel 30% bij. En de baas van Deezer die vindt dat dit nu eigenlijk het juiste moment is om dat te doen. Omdat de markt groeit. Oftewel de grote rijke grootverdieners gaan ook erop vooruit volgend jaar. En trekken we het misschien een beetje gelijk. Ja. Arjo, wat heb jij gezien in de media? Wat viel je op? Nou, wat mij opviel is weer toch weer een heel andere, van een heel ander karakter. Ja. Is dat de 1975 aankondigde dat ze voor elk verkocht kaartje van hun UK-Ierland tour een boom gaan planten. Een boom gaan planten, ja. Ik zag altijd, het zijn 12 shows. Dat is echt, 100.000 tickets zo'n beetje. Ja. Dat is echt, dat is 100.000 bomen. Maar ja, ze hebben plek zat daar in Groot-Brittannië en Ierland. Waarom doen ze dat? Waarom? Ja. Dat een soort klimaatbewustzijn waar zij heel erg mee bezig zijn. Ze hebben ook die track gemaakt met Greta. Greta Thunberg? Ja. Ja. Weet je wel, dat soort dingen doen zij. Ik zag ook dat Was een soort speech of zo van haar die ze verwerkt hebben tot een liedje. In een track, ja. Klinkt best wel mooi, vind ik. Ja. En ik zag ook dat ze met merchandise mensen aanmoedigden bij shows met hun tweedehands shirts, zeg maar, te komen. En dan zouden ze gewoon die nieuwe printer overheen zetten. En ze printen zelf ook shirts op oude shirt. Of ze printen zelf nieuwe design op oude shirts. Oh ja? Ja, om ook een soort van duurzaamheid, zeg maar, te bevorderen. En ik vind dat hele leuke, slimme. Ik denk dan ook gelijk, ja, inderdaad, die snap ik wel. Weet je wel, die balen shirts die je hebt liggen van de vorige tour. Die kan je gewoon hergebruiken.
Ja, kan dat ook echt? Of moet je dan eigenlijk gewoon witte shirts of zeg maar blanco shirts hebben die je dan bij wijze van spreken bij de kringloop haalt? Of kan je ook echt over een oude print heen nou, printen? Ja, dat kan met zeefdruk, kan dat ja. Ja. Ja, zeker. En dat kan ook een heel gestoord, tof effect hebben. Dus je moet daar dan natuurlijk rekening mee houden. En zoals ik het zag, was dat in dat vorige design niet gebeurd, maar in het nieuwe design wel. Werd er een soort trademark ding overheen gedrukt, wat dan echt weer typisch is. En wat je dan krijgt is dat iedereen natuurlijk een exclusief shirt heeft, wat ik dan ook wel weer cool vind. Zeker als dat ter plekke kan gebeuren. Dus ja. Grappig. Ik vind het ben wel je, ben jij daarmee bezig met de ethiek van toeren? Want je bent als band natuurlijk, dat is natuurlijk de reden dat ze dit doen. Hè. Je hebt natuurlijk te maken met het feit dat je zelf aan het vliegen bent, aan het rijden in bussen. En bovendien 100.000 mensen naar je show toe brengt. Die ook misschien met de auto gaan of anderszins CO2 uitstoten. Zijn jullie daar ook mee bezig als Nou, bijvoorbeeld bij de staat zijn er wel een aantal bandleden ook heel principieel over het over de keuze van het vliegen. Als dat niet echt hoeft, ja? Kiezen we bijvoorbeeld voor de trein. Maar kan dat? Ja, als je bijvoorbeeld naar Engeland gaat, kan dat eigenlijk heel makkelijk. Alleen het is veel duurder. Dus ja, het hangt een beetje van de artiest af natuurlijk. En in hoeverre het kan. Ja, het klinkt heel gek, maar trein is dus veel duurder dan vliegen. Dus je moet ook wel financieel die mogelijkheid hebben om die keuzes te maken. Ja, maar ja. Ik kan me voorstellen dat inderdaad een band als de staat nog niet zozeer financiële armslag heeft bij zo'n. Ik bedoel, shows in Engeland zijn natuurlijk lang niet zo groot dan die in Nederland. Nee, maar. Maar die keuze kun je dus wel al maken. Jawel, want we nemen geld wat we hier verdienen, zeg maar, mee om dat soort kosten ook te dekken. Ja. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. Dus we denken daar wel, zeker wel ook van na, ook wel, ik denk veel na over al die crewleden die naar alle shows komen met allemaal hun eigen auto. Maar het is toch moeilijk, het is moeilijk te pakken te krijgen, zeg maar. Crewleden zijn ook niet zo happig op treinen, toch? Of wel? Nee, het probeer is ook een niet, crew maar eens een trein in te krijgen. Het is gewoon niet te doen. In Nederland is dat niet te doen. Ik had het wel met stagiaires die dan bijvoorbeeld met de trein kwamen. Maar dat betekent gewoon dat je eerder weg moet. En dat lijkt me niet wenselijk voor de lichtman, zeg maar. Nee, zeker niet. Was misschien wel eens leuk. Gewoon dat je ook een bordje opsteekt. Ja, we zijn ermee. Nee, maar het is wel. Een beetje wat Glastonbury was dit jaar natuurlijk heel erg alert. Ja. Die waren plastic vrij, geloof ik zelfs. En ja, dat soort dingen, daar ben ik heel erg fan van. Persoonlijk meer, ja. Ja. Ja, er is natuurlijk veel te doen over festivals. Ik wil toch heel eventjes stilstaan bij dat eilandfestival op Terschelling, dat dus niet doorging. Er waren toch 2000 mensen, of een paar honderd in elk geval, maar het gerucht ging dat het 2000 mensen waren die dachten, ja god, ik heb een bootticket, ik heb een bungalowtje geboekt. Ik ga gewoon toch. Er waren wat kleine feestjes, ook in de duinen en zo. Ja. Heb jij daar ook met fascinatie naar zitten kijken hoe zich dat ontwikkeld heeft? Nou, ik heb het een beetje gevolgd. Sowieso hoor ik hier en daar wat geluiden van festivals die dan toch op het laatste moment gezeur krijgen met vergunningen. Dat is natuurlijk gewoon heel erg vervelend. Maar daar gaat het natuurlijk ook over de keuze. In dit geval een natuurgebied. Ja. Kun je eigenlijk wel met je grote aggregaten en al die mensen en al die... Ja. Het geluid, kun je wel naast zo'n terrein gaan zitten. Dus in feite kun je, als op het moment dat je nadenkt over hoe ga ik naar een optreden toe, dan heb je natuurlijk ook te maken met dit soort vragen. Festivals die in de natuur plaatsvinden. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Ja, nou, dat is een goeie van jou. Ik weet niet, daar denken we nog niet op die manier over na, omdat je dat soort informatie toch heel vaak niet hebt van tevoren. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat toen ik dit festival aangekondigd zag, dacht ik wel, zo... Daar gaat er weer een, zeg maar, die kant op. En ja, ik vond dat best wel... dacht, nou, dat voelt best wel voor mij als veel. Of ik zag op 10 gemeten... doen ze nu tegen... Ik weet niet of je dat kent, 10 gemeten. Dat is echt een supermooi eiland. Ligt eigenlijk tussen Zuid-Holland en Zeeland in. Ja. Dan kan je dus alleen maar met zo'n pontje komen. En daar zie je eigenlijk gewoon het Zuid-Hollandse landschap zoals ze dat ooit bedoeld hadden, zeg maar, met de schepping, zullen we maar zeggen. Ja, ja. En, ja. En heel rustig, er wonen amper mensen. En daar werd dan ook iets met muziek gedaan. En hoeveel ik ook van muziek hou, zo. Ik denk, was van ja, ik vind het soms wel eens lastig als het een soort backdrop wordt of zo. Het is, zo'n mooi gebied bedoel je, ja. Ja, ja.
Ja, nou ja, het ja, ik moet je daar wil een beetje festival... mee oppassen natuurlijk, maar het, ja, dat is wel. Ja, er moet wel wat tegenover staan, denk ik dan. Of ja, het moet wel. Ja, het moet wel met de goede intenties ook gebeuren. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich voort gaat zetten. Want een van de redenen waarom dit festival uiteindelijk zijn vergunning niet kreeg, was de verhoogde waarde van stikstof die er al is. Ja. En dan is de vraag, mag er nog meer stikstof uitgestoten worden? Ja, en dan mooi, is de vraag dus eigenlijk, is dit een kwestie van nationaal belang? Want dan mogen we een uitzondering maken. Ja, een festival is natuurlijk geen kwestie van nationaal belang. En dat is een van de redenen dat de rechter heeft gezegd, ja, dat moeten we dus niet willen. Ja, ja, mooi. Hè? Daar heeft iemand dan in mijn gevoel echt net zo lang lopen zoeken. Ja. Iets heeft gevonden. Ja, weet je, ja, ik vraag me altijd af, hè, van zo'n organisatie, gaat die dan van tevoren echt ook gewoon, gaat die alleen maar met, dat vraag me af, hè, het is geen kritiek of zo, gaat die dan echt met alleen met de gemeente in gesprek, of houden ze zich ook bezig met, weet je wel, inderdaad, of er mensen zijn die daar bezwaar tegen zouden kunnen hebben, weet je wel, ander soort stakeholders eigenlijk in zo'n gebied, waardoor je dit soort problemen kan verwachten. Ik denk dat dat wel belangrijk gaat worden nu, zeker door de groei van het aantal festivals, waar bijvoorbeeld Engelse Agent, waar ik mee werk, zich echt over verbijstert, het aantal festivals in Nederland. In Nederland, ja. Weet je wel, wordt dat natuurlijk wel, ja, wordt dat wel belangrijk. Hopelijk. Maar ja, ik hoor echt wel veel random dingen. Soms vergunningen die weer veranderd worden op het laatste moment, inderdaad, door protesten vanuit de omgeving. En dan denk ik wel van, ja, moeten we dan nu gelijk zeggen, oh ja, dat mag niet. Of kan je ook gewoon met z'n allen zeggen, hey, voor dit jaar laten we alles even staan, maar houden wel rekening mee volgend jaar dat dit niet meer kan of zo. Weet je het wel? Lastige daarin is natuurlijk ook dat die vergunningen vaak ook heel laat daadwerkelijk rondkomen. Ja. Vrijwel ieder festival gaat in de voorverkoop voordat de vergunning er is. Dat is een risico dat je neemt als ondernemer. Kan ook bijna niet anders, want je moet ook artiesten boeken ook, een jaar van tevoren of misschien wel verder tegenwoordig. Ja. Ja, en heb je dat papierwerk wel eens gezien, die omvang? Van die vergunningen. We hebben het met In The Round ook gehad, hè, toen we In The Round deden met in de Nijmegen. Staat. Ja. Hoe ver van tevoren ga je dan zo'n vergunning aanvragen? Nou, volgens mij liefst een klein jaar. Ja. Ga je daarmee beginnen? Zeg maar. Dan ga je eerst met ambtenaren praten van zouden jullie ervoor openstaan? Ja. Nou, we hebben dat zelf niet gedaan in dit geval, want het was een co-productie met Doorn Roosje, die natuurlijk dan ook de lokale politiek heel goed kennen en ook hoe ze daar tegenover staan. En gelukkig was daar de gemeente heel enthousiast over het idee juist, waardoor we heel veel meewerking kregen. Maar dat is wel een gedoe waar ik niet zoveel mee te maken heb natuurlijk. Maar het is toch ook vervelend als je artiest niet kan optreden op het moment dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Zullen we het hebben over een festival dat wel doorging en waar heel veel om te doen was rond de staat, namelijk Lowlands. Ja. Lowlands Headliner. Dat kwam een beetje bij toeval zo, omdat de Prodigy onbegrijpelijke redenen afzegde, omdat Keith Flint er niet meer is. Wanneer werd het jou duidelijk dat dit ging gebeuren? Hoe ging dat? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet meer precies. In het voorjaar, even ruim genomen. Ja. Natuurlijk langer voordat jullie het wisten. Ja. Ja, maar is dat dan meteen? Is dat dan meteen die keuze gemaakt van, de staat is een ideale. Nou, ik. Vervanger. Nou, ik begreep dat een aantal mensen die het festival organiseren ook in de AFAS waren tijdens de show. Nou, iedereen heeft het nu over Lowlands, maar de AFAS-show is ook echt behoorlijk goed gelukt. Dus men was daar heel enthousiast over. Was ook een enorme productie met toren die in het publiek op een podium stond en dat soort effecten. Nou, met name, we werkten nu ook met sowieso speciaal licht en ook wel een soort lift op het podium, zoals die bij Lawrence ook uiteindelijk deed. Er stond een soort stellage waarop hij omhoog ging en een licht dat daar volop stond. Ja, het was gewoon heel mooi. En dus daar waren ze enthousiast over. En toen zijn ze gaan denken van, hey, misschien is dat gewoon wel. Misschien moet dat gewoon wel kunnen. Misschien heeft het ook wel geholpen dat ik al jaren zeur dat ik vind dat Nederlandse acts ook gewoon dit soort festivals moeten kunnen headlinen. Wat me af en toe wel een beetje stoort. Dat ze die kans niet krijgen. Wat krijg je dan te horen? Ja.
Meestal het argument van ticket sales. Mensen willen toch de Foo Fighters zien of de Prodigy. Ja, en ik weet dat bijvoorbeeld een artiest als Anouk daar ook wel veel moeite mee heeft gehad. Ik heb dat nooit met haar zelf besproken. Maar die heeft het wel een keer gedaan ook. Ja, uiteindelijk wel. Maar ik weet dat zij, volgens mij heeft zij jaren geleden een keer Pinkpop geskipt, als ik me niet vergis. Omdat ze gewoon niet happy was met de spot. Omdat zij dan gewoon het aantal platen optelt wat ze verkoopt en het aantal tickets. En zegt van ja, maar... Hoezo sta ik om 4 uur in de middag? Ja, dat is wel waar je als Nederlandse band vaak mee te dealen hebt, zeg maar. En, snap je het vanuit het perspectief van het festival? Nee, natuurlijk niet. Nou, ik zou het fijn vinden. Ik heb natuurlijk ook een tijd voor... veel mensen zullen dat niet weten. Ik heb een tijd voor Deus gewerkt in België. En je merkt wel dat de stemming daar wel echt anders is. Dat je daar durven ze het wel. Ja, dat een Belgische artiest toch een iets andere positie inneemt binnen totaal, zeg maar, dan een Nederlandse band in Nederland. En dat is al van ja, dat is al altijd al zo geweest. Nu mocht het wel. Dus dat was fijn. Ja, nou ja, ja, het was wat dat betreft ook het levend bewijs dat het dus kan. Ja. Maar dat niet alleen. Niet alleen dat de staat dat aan kan. Maar ook dat je natuurlijk ook nog eens ziet dat als een Nederlandse band dan die eer krijgt. Dat ze ook nog eens alles uit de kast halen. Ja. Niks de nadelen van Tame Impala, die ik ook geweldig vond. Maar dat was voor hun natuurlijk wel gewoon hun normale show. Die ze de dag ervoor bij wijze van spreken op Pukkelpop. En de dag daarna in Sarajevo of weet ik waar ze heen geweest zijn. Ja, een van de shows. Ja. Ja. Hoe werkt het dan om te zeggen van oké, we gaan alles uit de kast trekken. Ook productioneel. Dat is ook iets, de manier waarop deze productie in elkaar zat. Er kwam een catwalk uit het dak van het Alfa. Maar, ik heb dat nog nooit gezien. Nee. Geen enkele band. Nee. Zelfs Tool niet. Of ja, weet ik zei ik veel wat. Tegen, heeft dat moeten jullie standaard doen. Fantastisch. Is dat ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen productioneel? Nou, voor mij niet. Jij zegt gewoon, het moet gebeuren. Nee, kijk, Mojo zei vanaf het begin, of Lowlands eigenlijk. We gaan het doen, maar dan moet het wel een mega super vette show worden. Ja. En daar gaan wij bij helpen. Een soort co-productie wordt het dan eigenlijk. Ja, co-productie. En dat hadden ze eigenlijk bij AFOS natuurlijk ook gedaan. Dat was ook een beetje een co-productie. Dus we werken heel intensief dan samen met iemand van productie bij Mojo, die al heel veel van die grote producties van andere artiesten gezien heeft. Dus diegene gaat het weet over ook, Pink en over... Ja, gewoon die weet ook letterlijk, zeg maar, oh, in die tent hadden we toen dat hangen en dat viel naar beneden en dat werkte dat was dan geen wel. Goed idee. dus op die manier komt dat dan tot stand. Dus dat betekent dat voorheen was het zo dat ons team dan gewoon ging sparren eigenlijk met elkaar en dat er ideeën op kwamen. Dan moesten we offertes op vragen. Dan blijkt dan veel te duur te zijn. Weet je wel? En het, zo, maar nu hadden we dus iemand aan boord die niet alleen kon zeggen van nou, dit is haalbaar met zo'n budget of dit niet. Maar die ook nog eens soort ideeën kon aandragen. Oh, als je dit wil, dan kan je misschien beter dit of dat doen. Wat ik zelf ook heel erg tof vond en geslaagd, was niet alleen die catwalk, maar dat op een gegeven moment ook die lampen aan de zijkant van de catwalk naar beneden kwamen. En dat merkten we bij de doorloop. We hadden de avond ervoor daar een doorloop. En ik stond daar. Ja, dat is natuurlijk ook heel luxe. Het was op vrijdag, dus het kan op donderdag dan. Ja, precies. Was super. Het viel allemaal op zijn plek. Maar als je daar dus stond, wat ik die avond ervoor deed, dan werd je opeens in die productie gezogen, zeg maar. En als die lampen er zo aan wapperen en zo, ja, dat werkt gewoon heel lekker. En was dat dan een idee dat vanuit de Mojo Lowlands crew toegevoegd nee, werd aan dat wat was er al eigenlijk was. Een wens die wij al best wel lang hadden. Je ziet het in de dance eigenlijk veel vaker. Hè? Dat het publiek wordt meegenomen in de lichtshow eigenlijk. In de dance tenten zie je het ook vaker. Maar bij gewone platte rockconcerten is het niet zo gebruikelijk. En min of meer was het ook, ja, zag je het ook al in de round shows die we deden. Ik weet niet of je daarbij geweest bent. Maar het podium stond daar in het midden. En dan hadden we op een gegeven moment ook van die soort, ik noem het TL-buizen die naar beneden kwamen. Een beetje gingen dansen in de lucht. En daardoor werd je ook, je kon die ook bijna aanraken als publiek. En ja, dus ja, dat zijn allemaal ideeën waarop voortborduurd wordt. Het is ongelooflijk eigenlijk hoeveel er nu kan vergeleken met 20 jaar geleden. Hè? Ja, en het is interessant als je kijkt naar die dance, dat snap ik heel goed dat je daar naar kijkt. Ook als je kijkt hoe de Bravo tent op Lowlands er 's nachts uitziet. Ja. Dat is
dat superieur. En ja. Zeker als je ook kijkt naar andere festivals of, ook. Ja, precies. Ja. Het grap is dat als je dan op Mysteryland of op Sensation gaat vragen waar zij hun inspiratie vandaan halen, dan gaat het over Cirque du Soleil bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. En daarvan zeggen ze van ja, die mensen die doen 300 shows met dezelfde productie, waardoor ze echt uit kunnen pakken met drones en... Ja, jullie hebben natuurlijk ook met Muse gespeeld. Daar zie je natuurlijk ook allerlei snufjes. Ja, er zie je ook heel veel. Ja, ja. Maar ja, dan zie je inderdaad, weet je, jij zegt het. Bedoel, dan heb je dus met inderdaad tours te maken. Met shows die steeds herhaald worden. Waardoor het allemaal een beetje te behappen is. En de uitdaging voor een band als de staat is natuurlijk altijd... zowel voor een AFAS-show als een clubshow. Nou ja, clubshows worden dan wel herhaald natuurlijk. Maar AFAS en zo'n Lowland-show... Ja, je doet het één keer. Dus het moet ook in één keer goed. Dat is het spannende eigenlijk. En normaal gesproken een Muse, die huurt gewoon dan... Ja, weet ik het, 2 weken lang, een maand lang. zo'n soort Ahoy af. Ja, zo'n Ahoy af. En die bouwen alles op en die gaan het doornemen en doornemen. En al die teams, die kijken dat met elkaar. En bij ons is het soort van, oké, let's go. Dat is reuze spannend elke keer. Dat klinkt ook alsof je er eigenlijk onmogelijk nog iets op kunt verdienen. Onmogelijk. Het is in elk geval relatief heel duur. Het is een heel dure productie, ja. Ja. Maar dat is een keuze die wij gewoon maken. Of die de band eigenlijk uiteindelijk maakt. En dat is heel cool. Dit is wel een beetje... ziet er in elk geval uit als een soort eindstation van het traject dat de staat een paar jaar geleden in is gezet. Onder andere ook met die subsidie erbij. Dat je echt het naar een niveau hoger wilde tillen. Mm-hmm. Was dit ook het ding aan de horizon wat jullie in gedachten hadden? Nou, headline op Lowlands, heel eerlijk gezegd, stond niet in mijn plannen. Nee? Moet ik toch toegeven. Daar durfde je niet aan te denken. Wel in mijn dromen, maar niet in mijn plannen zwart op wit. Nee. In hoeverre heeft dat hele traject hier een rol in gespeeld? Welk traject wil je? Nou, dat meerjarige subsidietraject en de ambitie hoger leggen en jezelf verder ontwikkelen als band. Ik had het daar van de week nog met iemand over, inderdaad. Kijk, zo'n AFA, die in the round shows, daar begint het dan eigenlijk mee. Dat was de eerste keer dat we productioneel echt een heel groot risico namen. Ja. Dus oorspronkelijk was die setup voor die show bedoeld. Want zo'n tent huren, we hadden die tent gehuurd die normaal gesproken bij Eurosonic op de grote markt staan. Nou, die tent huren is al heel duur. Ja. En alles daarin hangen zoals we het wilden en het podium moest draaien. Nou, bij elk idee kreeg ik alweer hoofdpijn. Dat snap ik. Ja. Jongens, moet dat is allemaal zo duur en dan kunnen toch gewoon een paar lampjes. Maar daar begonnen we natuurlijk mee. En dan de next step was inderdaad die AFAS, waar we het meer zelfvertrouwen nog in hadden dan de eerste keer AFAS en dan weer verder gaan of zo. En dat soort risico's kan je niet nemen als je niet weet dat je dat financieel kan verantwoorden. Hadden we niet meer dan 1 of 2 shows uitverkocht met die in-round shows, dan waren alle partijen gewoon in de min gegaan. Maar dat was, ja, dat wilden we toch doen. Dat vonden we gewoon vet. en nu omdat we meer shows konden doen en die subsidie hadden, kwam het uiteindelijk toch wel goed. En dat, dat bouwt zich dan op, weet je wel. En los van dat je zulke mooie dingen kan neerzetten, bouw je ook de ervaring op om dat soort producties zeg maar te kunnen draaien. Dat is ook iets, je gaat professionaliseren. Hè. Je kan allerlei mensen erbij halen die overal verstand van hebben en zo. Dus dat is dat is zo waardevol. En ik weet zeker dat we dit zonder die subsidie nooit bereikt hadden met elkaar. Dan hadden we dat nooit zo kunnen uitspelen, zeg maar. En dat geldt ook inhoudelijk, want je ziet ook dat het hand in hand gaat eigenlijk. Ik vind dat de shows van de staat, het is visueel heel spectaculair, maar het is nou niet zo dat het muzikaal daar een beetje achteraan sloft of zo. Het inspireert elkaar. Ik weet ook dat Tore heel, weet je wel, componeert met beelden in zijn hoofd, bij wijze van spreken. Voor die show? Ja, nou niet specifiek misschien voor een show, maar wel, hij is heel visueel ingesteld. Dus dat, als je iemand die zo creatief is ook de ruimte geeft om zo creatief te kunnen denken, dan kan je gewoon dan kan je mooie dingen maken. En dat was eigenlijk de achterliggende reden om dit te doen. Maar dat we dit zouden bereiken en dat het zo relatief snel zou gaan ook, zeg maar, dat had ik niet verwacht. Daar ben ik echt heel blij mee.
Is jouw rol als manager nou veranderd in de loop der jaren? Want je bent al heel lang bij de band. Eigenlijk helemaal vanaf het begin of net niet helemaal? Ja. Ja, 2008 en 2009 kwam Wait for Evolution uit. Ja, het ging natuurlijk vanaf het begin al heel snel. Ja. En de staat heeft eigenlijk... Ja, ze hebben natuurlijk de popronde gedaan. Maar vanaf het moment dat die debuutplaat uitkwam... was het eigenlijk meteen al serieuze festivals. En ging het echt ergens over. Ja. Maar is jouw rol veranderd? Ja, ik vind het zelf eigenlijk van niet. Niet echt. Het gaat om meer geld, het gaat om meer mensen, het gaat om grotere belangen. Het wordt alleen maar leuker of zo, op een bepaalde manier. Je kan meer dingen doen. Er zijn meer uitdagingen, maar ik ben zelf veranderd. Ik heb meer ervaring en we zijn met z'n allen heel erg gegroeid. Maar ik blijf wel heel erg in mijn rol. Ik bedoel, vroeger ging ik nog wel eens mee als tourmanager, chauffeur of weet ik veel. In de bus. Nou, dat doe ik nou niet zo vaak meer met zo'n nightliner. Dat kan ik niet echt, chauffeur niet echt aan. Maar dus dat is alleen, ik heb misschien iets meer afstand of zo tot wat er gebeurt. Maar dat vind ik ook wel heel prettig. Ja. Je moet ook andere dingen doen natuurlijk. Want je bent tegenwoordig, daar moeten we het zeker over hebben, bestuursvoorzitter, zo heet dat, van de popcoalitie. Bestuursvoorzitter. Het is dus vandaag Prinsjesdag. Als jullie dit morgen of later luisteren, is dat alweer voorbij. Maar dit is toch wel een beetje een belangrijke dag. Mm-hmm. Wat je net al zei, dit is niet de dag waarop het grote cultuurnieuws nou per se naar buiten komt. Nee. Maar je zal ongetwijfeld een beetje het in de gaten houden. Wat is die popcoalitie, wat is dat eigenlijk? Ja, ik noem het altijd een ronde tafel van organisaties die werkzaam zijn in de popmuziek. Organisaties, bedrijven. Als je op de website kijkt van een popcoalitie, popcoalitie.nl, dan zie je ook al die logo's staan. Dan heb je het over Buma, Stemmen naar Sena zitten aan tafel. De vakbonden, VNPI. Al dat soort afkortingen. Ik heb er ook een tijdje over gedaan. Dus de vakbond van de festivals, van de podia, die van de platenindustrie. Maar ook van de muzikanten, de FNV, wat nu Kunstenbond is. Dat is er eigenlijk nog niet zo heel lang, toch? Echt zo'n verbond van popmuziek. Nee, ik weet even niet uit mijn hoofd. Het is nog geen tien jaar volgens mij. Nee, zeker niet. Nee. En het was een initiatief destijds volgens mij van Wilbert Mutsaars en Peter Smit. En het had te maken met een bepaalde regeling die waar de popmuziek eigenlijk bij zou moeten horen. En waar ze iets hadden van nou moeten we echt de handen ineen gaan slaan. En met elkaar proberen om ons veel meer op de agenda te krijgen. Wat we zagen was in elke cultuurnota dat popmuziek gewoon geskipt werd. Ja. Nou, ik zeg we, ik vond dat natuurlijk ook, maar ik zat er toen nog helemaal niet bij. Maar dat was eigenlijk de achterliggende gedachte. En ja, kijk, al die organisaties die zijn aangesloten doen allemaal hun ding. Maar het is natuurlijk heel verleidelijk om allemaal langs elkaar heen te werken en te lobbyen. En wat we nu natuurlijk doen is alles ophalen bij die mensen. En dan als bestuur ook nog eens aan tafel te gaan zitten bij de politiek of bij de fondsen. En van daaruit dan proberen om het beleid een beetje bij te sturen ter gunste van de popmuziek. Het belangrijke getal in deze is 2021. Want dan komt er een nieuw kunstenplan. 2021 tot 2024 is de volgende periode. Ja. Is dit dan nu een cruciaal jaar waarin je in beeld moet komen? Want als ik het goed begrijp, wordt op Prinsjesdag volgend jaar is duidelijk wat er gaat gebeuren. Nou ja, dat wordt nu al wel in contouren heel duidelijk. Ja. En ja, dat is heel belangrijk. Maar dat is natuurlijk niet een kwestie van nu, zeg maar. Dat is iets wat we hebben opgebouwd door steeds in dialoog te blijven met het ministerie, maar ook de Raad voor Cultuur. En dat is best lastig, hoor. Want ja, weet je wel, het geld is gewoon natuurlijk op een gegeven moment veel minder geworden. Het totale cultuurbudget is aanzienlijk verminderd. En het ziet er ook niet naar uit dat het op korte termijn heel veel meer gaat worden. Dus je moet met heel veel andere genres, zal ik het maar noemen, heel veel andere disciplines, dat geld met elkaar op zo goed mogelijke manier verdelen. En er zitten een aantal genres bij, theater, klassieke muziek, die juist de afgelopen jaren flink gekort zijn. Ja. En waardoor ze natuurlijk ook het gevoel hebben dat ze recht hebben op de pot die nog over is gebleven. Ja. Dus die hebben helemaal geen behoefte dat jullie aanschuiven natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar wij zeggen ook nooit
Ja, misschien achter de schermen stiekem wel. Maar voor de schermen van haal het bij hun weg en geef het aan ons. Dat moet toch wel? Maar kan nou, toch niet anders? Wat we wel vaak ter sprake brengen is, gaat het wel eerlijk? Is het wel eerlijk? Klopt het wel dat, dat dit soort organisaties binnen theater, dans, klassiek wel gesubsidieerd kunnen worden en bij ons niet? Dat zag je bijvoorbeeld in het vorige kunstenplan, hoe zeg maar, ja, je hebt zeg maar de BIS-instellingen, dat zijn de instellingen die vanuit de overheid gefinancierd worden. Daar zat geen één popfestival bij. Dus er wordt dan zo'n advies voorgeschreven en dat ging om filmfestivals en het Holland Festival zit daarin. Allemaal dat soort dingen, maar geen één popfestival. Dus waar we de laatste jaren een beetje op zijn gaan. Waarom zeg ik een beetje? Waar we op zijn gaan. Keihard op zijn rammen. Drukken. Is. Dat klopt niet. Want die popfestivals hebben. Zeker zo'n sterke culturele waarde als die andere festivals die genoemd worden. Sterker nog, wij zijn van mening dat ze misschien nog wel diverser zijn en een veel bredere en jongere doelgroep kunnen bereiken. Weet je wel, allemaal dat soort dingen proberen we dan wel op tafel te leggen en te vragen van kijk nu eens naar popmuziek voor de waarde die het werkelijk heeft. En langzaamaan begint dat wel door te dringen. En bijvoorbeeld de Raad voor Cultuur heeft dan dit jaar weer een advies uitgebracht. En die brengt dan advies uit aan de minister eigenlijk. En in dat advies, en dat is best een boekwerkje, dat kan je op internet ook vinden, daar wordt popmuziek dan inderdaad ook in genoemd. En dan ook bijvoorbeeld specifiek genres zoals urban en dance. En dat is, dat is dan al quite an accomplishment, zeg maar. Voor. Ja, nou, ik zag een flashy filmpje van de overheid, van het ministerie. Mm-hmm. Beetje cartoonachtig. Ik zag een punker met paars haar erin. Of blauw, zo, ik weet het niet. Die wilde vanaf zijn. Was dat dan? Ik zag ook een DJ op een festival, echt waar. Dus ja. Wat je nu net zegt, dat zag ik daar ook in terug. En er wordt inderdaad ook gesproken over urban cultuur. En tegelijkertijd, als je dan die plannen echt gaat lezen, die brief die in juni door de minister geschreven is, dan kom je eigenlijk, ik heb er overheen gelezen, maar ja, van alles. Nou, sowieso de minister is heel optimistisch. Hè? Die zegt ook in een brief van, er zijn slechtere tijden om deze portefeuille te krijgen, want ik ga investeren en er heel veel colleges van de gemeente die gaan ook investeren. En toch, als je dan gaat kijken, wat is er dan eigenlijk concreet? Wat valt er uit die rijk gevulde mand die de minister zegt te hebben richting de popmuziek? Dan zie ik eigenlijk niet zo goed wat niks ik dan concreet zou kunnen noemen. Nee, niks concreet. Dat is toch heel raar? Ja, dat is raar en heel, heel moeizaam. Hoe zou het komen, weet je wel? Komt het omdat ze niet zo goed de raad mee weten? Omdat ze toch wel bang zijn om die andere disciplines teleur te moeten stellen, waardoor weer heel maar veel. Maar hoe verklaar jij het? Wat denk je? Ja, ik heb me erover verbaasd letterlijk, juist omdat we in het Raad voor Cultuur rapport wel zo goed naar voren, of in ieder geval beter naar voren werden gebracht. Ik vermoed dat er toch een bezorgdheid is van ja. Ik wil het wel noemen, maar we zijn eigenlijk bang om te zeggen van nou ja, doe dan nog maar 6 miljoen wel concreet naar de popmuziek of zo. Bedoel, wij krijgen ook nieuwe regelingen toebedeeld waar we echt heel blij mee zijn. We hebben sinds kort weer een Dutch Music Export, een mooi exportbudget om mee te werken. We hebben Upstream gekregen, een heel fijne investeringsregeling eigenlijk voor mid-career muzikanten. Upstream heet dat. En, maar als je kijkt feitelijk naar die bedragen vanuit de overheid die in die regeling gestopt worden, dat is in verhouding tot wat er in totaal allemaal wordt uitgegeven, is het gewoon nog echt heel weinig. Volgens mij, weten ze zich nog niet echt. Ik heb altijd het idee dat er twee problemen zijn. Eén is, er is op een gegeven moment natuurlijk die omslag gekomen met Halbe Zijlstra. Die zei, er moet meer eigen inkomsten gegenereerd worden. Je moet je eigen broek ophouden. En dan kunnen we. En als je dat bewijst, dan doen wij er nog een beetje bij. Ja. En dan ben je levensvatbaar. Mm-hmm. Het probleem, voor mijn gevoel, is altijd geweest dat omdat de popmuziek toch geen geld kreeg, hebben al die festivals hun eigen broek al opgehouden zo goed dat de ministerie denkt, waarom zouden we daar nog geld in moeten steken? Nou,
het gaat nog verder dan dat. Ik bedoel, er zijn een aantal wat meer rechtse politieke partijen die gewoon van mening zijn dat popmuziek bij uitstek geen geld hoort te krijgen. Omdat ze het eigenlijk meer zien als entertainment. Ja. En niet de culturele waarde ervan erkennen. Daar heeft natuurlijk de naam popmuziek natuurlijk ligt eraan te grondslag. Populair muziek. Ja. Op het moment dat je niet populair genoeg bent, als je niet hit scoort, dan ben je dus eigenlijk ook niet belangrijk genoeg. Dat is een gedachte die je in het theater helemaal niet, of nee, in mindere mate leeft. En daar hebben we ons ook een beetje door laten verlammen, zeg maar. Dus het is ook wel weer leuk, hè, van die popmuziek. Van in plaats van dat we eindeloos gaan blijven vragen om geld en daar onze structuur van afhankelijk hebben gemaakt, hebben we gewoon zelf onze verdienmodellen gecreëerd. Dat zorgt ervoor dat er inderdaad op een andere economische manier naar popmuziek gekeken wordt. Maar dat wilde niet zeggen, bedoel, als banken gesubsidieerd worden, als landbouw gesubsidieerd wordt. Ik bedoel, dat is dus ook geen argument om het bij de popmuziek niet te laten renderen. Want er valt ook gewoon geld uit te halen natuurlijk. Wat zou een zinvolle investering zijn vanuit de overheid in popmuziek? Nou, sowieso dus die BIS, dat die naar meer popmuziekinstellingen gaat. En met name denk ik dan naar festivals, maar ook podia. Ik bedoel, er is vanuit ons ook was geopperd, als een Rijksmuseum subsidie krijgt, waarom een Paradiso bijvoorbeeld niet? Hè? Ik bedoel, is dat eigenlijk ook niet een plek waar kunst wordt geconserveerd in feite, waar dingen worden gemaakt. Maar die popzalen worden toch vaak ook wel gesubsidieerd vanuit de gemeentes? Ja, maar dat is allemaal heel, het is een heel breekbare constructie eigenlijk. En wij zien die BIS-subsidie wel echt als een, ook wel als een erkenning eigenlijk vanuit de overheid. Van dat vinden wij ook gewoon belangrijk en het is heel structureel. Het geeft je ook een bepaalde positie in de regio en dat is ook heel belangrijk. En ja, weet je wel, maar los van die festivals en podia vind ik nog steeds dat, dat het voor de makers van popmuziek gewoon echt heel moeilijk is. En zouden we toch gewoon echt wat beter moeten kijken naar hoe kunnen we die mensen helpen. Vroeger hadden we een uitkering, hè, speciaal voor kunstenaars, de WIC. Ja. Die is afgeschaft. Ik denk dat het heel erg zinvol zou zijn om zo'n dergelijk uitkering weer in het leven te roepen. Ja, dat vond ik een van de meest interessante elementen in die grote brief van de minister uit juni. Zij hamert daar ook steeds op. Kunstenaars moeten beter betaald worden. Dat heet dan de Fair Practice Fair Code. Practice, ja. En dat vond ik echt fascinerend. Want daar zit een enorme adder onder dat positieve verhaal. Ja. Omdat de minister eigenlijk voortdurend zegt, en ook letterlijk in die brief zegt, maar ja, dat is eigenlijk wel aan jullie kunstsector. Sterker nog, er staat ergens, ik vind kwantiteit minder belangrijk dan, ik vind de Fair Practice Code vind ik belangrijker dan de kwantiteit van wat jullie maken. Ja. Oftewel, jullie moeten eigenlijk je kunstenaars beter gaan betalen. En als dat betekent dat je minder producties kan maken, dan is dat maar zo. Ja. Dat vind ik echt, echt heel fascinerend. Ja. Ja. Kijk je daarnaar? Ja, met leden ogen. Ja, maar het is natuurlijk een roep die heel vanuit de kunstsector zelf komt. Ook vanuit de popmuziek. Er was een document dat heette Pop, wat levert het op? Het antwoord was eigenlijk bijna niks. Niks. Voor de meeste bands in elk geval. Dus het is natuurlijk een toplaag. Maar goed, die Fair Practice, dat gaat ook weer over de hele sector. Hè? En, en wat er constant vanuit de politiek gedaan is, is ja, natuurlijk moeten jullie meer verdienen. Maar zoek het met elkaar uit. Dus er worden ook allerlei structuren nu gefinancierd en instellingen die ons dan moeten helpen met hoe wij beter moeten gaan ondernemen en beter kunnen onderhandelen. Weet je wel, onze positie kunnen versterken. Terwijl dat geld er in feite gewoon niet is. Kijk, de realiteit is natuurlijk wat nu al voelbaar is voor popmakers, noem ik ze, de artiesten, zeg maar, die altijd aan het eind van die food chain zitten, is dat die emancipatie van kunstenaars het algemeen, die vindt al plaats. Dus designers, filmmakers, iedereen die je creatief, zeg maar, om je heen hebt, maar ook de crew waarmee je werkt, die komen langzaam achter van, ja, 100 euro meegaan met een band, dat is niet meer van deze tijd. Een soort moderne slavernij zou je het eigenlijk kunnen noemen. Die mensen worden tegenwoordig ook netjes opgeleid aan popacademies natuurlijk voor dit soort dingen. Precies, ja. En wat er nu dus gebeurt, is dat iedereen gaat dus meer geld vragen. En popmuzikanten zijn de laatste die zeggen, nou, je
nog niet zoveel geld. Maar ja, aan het eind van de schakel zitten wel diezelfde muzikanten die van datzelfde budget, wat ze niet hebben, dat geld moeten gaan uitgeven. En wat ik in mijn praktijk als manager dus wel zie, is dat het steeds moeilijker wordt voor die echt die mid-career artiesten om te blijven bestaan. Om redelijkerwijs, zeg maar, een redelijk normaal. Kijk, als ik met een artiest ga werken, zou ik het wel prettig vinden als diegene er 100% voor kiest om er ook echt voor te gaan. Want dat doe ik ook. En dat is voor mij de enige key naar succes. Maar ja, dat kan gewoon niet meer. Ja, we zagen natuurlijk pas dat voorbeeld van de Moses en de Firstborn. Ja. Geliefde band. Zeker niet. Dat is een goed voorbeeld. Onzichtbaar. Ja. Ja. Die hebben gezegd, ja, we stoppen ermee. En een van de redenen, ja, een van de redenen is waarschijnlijk dat ze even niet zoveel tegen elkaar te vertellen hebben, creatief gezien. Dat zou moeten kunnen. Maar een van de redenen die ook meespeelde was toch wel degelijk, ja, we komen er eigenlijk gewoon niet van rond. Nee. En ik vraag me af of mensen snappen hoe ontzettend zwaar dat kan zijn af en toe. Je wil wel, je wil heel graag, maar je kijkt uiteindelijk op je bankrekening en je ziet dat dingen gewoon niet kunnen. In het geval van Moses zag je ook van, nou, het begin, het duurt nog even, het album moest echt uitkomen. Dat is ook allemaal heel normaal. Hè? De media kijken nog even de kat uit de boom. 3FM heeft op een gegeven moment een van de singles omarmd. En dan gaat het groeien. Maar goed, dan staat het festivalseizoen al voor de deur. Dus misschien moet je meer op het volgende festivalseizoen. Dan heb je eigenlijk al de gaasjes van voordat je bekend maar alles werd. Gaat, ja, alles gaat intussen gaat alles gewoon op. En kost die plaat ook heel veel. Die is ook niet gratis, weet je wel. Super goede plaat. Klinkt heel goed, met fantastische mixes gewerkt. Het is gewoon allemaal heel erg duur. Dat spelen is duur. Dus ja, dat werkt natuurlijk altijd mee in de beslissingen die je neemt. Maar ook, en dat moeten we ook niet vergeten, in de onderlinge sfeer tussen mensen. Als ergens gewoon een normaal verdienmodel is en iedereen is gewoon een beetje happy en je verdient gewoon geld met wat je doet, dan is de sfeer gewoon oké. En zodra er geldproblemen komen, dus ook in een liefdesrelatie kan het een sterke rol spelen. Nou, bij een artiest is dat exact hetzelfde. Dat veroorzaakt wrijving. Mensen moeten jobs inderdaad bijnemen. Die hebben daar ook geen keuze in. Je kan niet overal gaan werken. Je moet een baas hebben die accepteert dat je daarnaast ook nog een andere carrière ambieert. Zeg maar. Dat zijn eigenlijk allemaal hele lastige dingen. Ja. Ik heb het idee, als je kijkt naar wat de Nederlandse popmuziek doet, dat hele procedé wat je nu omschrijft er ook voor zorgt dat Nederland, in Nederland meer dan in andere landen of internationaal, popmuziek, en zeker in een band zitten, toch een beetje in een young people's game blijft. Ja, dat klopt. Terwijl internationaal artiesten tot op hun 75ste op het podium blijven staan. De Stones en weet ik wat. Ja. Gaat allemaal door. Ja, Stones is natuurlijk wel een extreem voorbeeld. Maar er is echt een grote categorie bands van boven de 60 die gewoon nog toeren, et cetera. Ja. Terwijl je dat in Nederland eigenlijk relatief weinig ziet. Ja, de Golden Earring staat er nog steeds. Fatal Flowers was nou weer even terug. Maar er zijn eigenlijk relatief, vind ik. Als je alleen al kijkt naar, we kunnen een heel ander voorbeeld nemen. Kijk, was Kensington een Engelse band geweest, dan konden ze niet, hoeveel arena shows doen ze in Amsterdam? Beaucoup. Genoeg, ja. Of Ziggo's. Nou ja, vijf Ziggo's op een gegeven moment, en arena. Maar die zouden dan in Engeland gewoon ook nog eens even het land rond kunnen trekken, zeg maar, met al die shows. En dan nog meer tickets kunnen verkopen. En dat geldt op kleinere schaal natuurlijk ook. Als jij als Amerikaanse band het wel aardig doet, nou, dan kan je gewoon van staat naar staat naar staat, kan je heel veel shows spelen. Moses heeft er toen een rondje gedaan van ruim 30. Nou, stel dat je dat regelmatig kan doen. Er is altijd weer een andere stad, een andere club te vinden. Maar ja, in Nederland kan dat natuurlijk niet. Je bent heel snel uitgespeeld. Misschien krijg je België erbij. Misschien kan je naar andere landen. Maar ja, het probleem met Europa is, en dat is ook leuk in Europa, het zijn allemaal andere culturen. Ze stellen allemaal andere eisen eigenlijk aan de muziek die ze cool vinden of zo. Het is helemaal niet zo makkelijk. Het is makkelijker om van de ene staat in Amerika naar de andere te gaan, zeg maar. Daar zitten meer gelijke noemers in dan van land naar land in Europa. En dat is gewoon echt een probleem. Dus je kan ook niet die essentiële omzet maken. Maar je moet wel ondertussen concurreren met die bands die uit die landen komen, die wij vanzelfsprekend vaak al veel toffer vinden. Over een jaar dan gaat het dossier weer voor 4 jaar op slot. Ja.
Dus wat moet er binnen dat jaar op de radar van minister van Engelshoven gekomen zijn? Nou, gewoon meer geld naar popmuziek. Gewoon dat er meer geld naartoe gaat. Ja, maar gaat. Dit klinkt niet alsof ze daarvan onder de indruk gaat nou, zijn ja, van deze dat, stelling. Dat, ja, maar dat is... Ja, nou, dat denk ik toch wel. Ja? Ja. Ik zou graag eens een kopje koffie... Ik zou er graag eens willen vragen van waar nou de crux precies zit of zo. En waarom de boot missen. Ja, waar de boot mist. Ja, zij heeft bijvoorbeeld, en dat is heel technisch, maar wel interessant te melden, heel erg... Zij vond het heel belangrijk dat we een regiobeleid ontwikkelden. Nou, dat alle regio's zelf met elkaar onderling gingen praten van wat ze dan belangrijk vonden. En dat heeft zij heel erg gepromoot. En er werd een hele structuur op omheen gezet. We hebben als popmuziekpartijen geprobeerd om bij de regio's aan tafel te zitten. Maar dat lukt ons gewoon niet. Omdat al die, ja, laten we zeggen, klassieke instellingen die de dienst al uitmaken. Ja, juist. Die staan ons gewoon niet toe. Dus haar eigen plan heeft in feite nog eens extra tegen de popmuziek gewerkt. En ik denk dat je, ja, als je jongeren betrokken wil houden met cultuur en hun ook het gevoel geven dat we gewoon met toffe dingen bezig zijn, dan is popmuziek daar de uitgelezen, zeg het eens. Kunstvorm voor eigenlijk. Kunstvorm ja. voor, juist. Het is mooi hè, dat er al die mooie ouderwetse kunstinstellingen voor oude mensen, die proberen het jonge publiek te bereiken door ineens popmuziek in het concertgebouw neer te zetten. Ik vind dat soort dingen leuk als het ontstaat, omdat er echt behoefte is om zoiets te maken. Ja. Maar vaak zijn het inderdaad gewoon marketing. En kijk ik er inderdaad weer een beetje verdrietig naar eigenlijk. Ja. Enfin, werk aan de winkel het komende zeker, jaar. Ja. Er is een hoop te doen, drukke dagen. En ik dank je wel dat je even tijd had om hier aan te schuiven. Dank je wel. Dat was hem voor nu, de machine nummer 40. Over 2 weken gewoon weer een nieuwe met een nieuwe gast. Dank je wel, Arjo. Dank je wel, Atze. Dit was De Machine, een podcast van VPRO 3 voor 12. De VPRO maakt nog veel meer mooie podcasts. Ga naar vpro.nl/podcast.